bij bestekindertherapeut.nl, de site met reviews, beoordelingen en vergelijkingen van alle leuke dingen voor kinderen. Nou, vandaag wil ik je vertellen wat eigenlijk de beste kindertablet is voor 2019. We hebben in onze post een lijst met 11 van de beste kindertablets, maar er zijn er twee die ik eigenlijk uit wil lichten. En voordat we beginnen, even iets kort over die kindertablets. Want tegenwoordig gaat alles digitaal en werkt iedereen met middelen om met de tijd mee te gaan. Smartphones, tablets en laptops worden steeds beter en sneller, waardoor je al snel kan achterlopen met de nieuwste trends op het digitale gebied. Ook zie je steeds meer kinderen van alsmaar jongere leeftijd met digitale apparaten lopen, waaronder ook die kindertablet. En deze worden gebruikt om spelletjes op te spelen, maar hij kan natuurlijk ook prima gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Nou, dat is ook waarom ik mijn kinderen op een kindertablet laat spelen en leren. Maar natuurlijk met afgeschermde internetinstellingen en ik beperk ook de schermtijd. Nou, dat is meteen ook waarom de ene tablet echt geschikt is voor kinderen en de andere ja, meer voor een groot gezin met wat oudere kinderen en voor jou als persoon. En dat gaat om die kindvriendelijke instellingen. Nou, mijn absolute favoriet is de Curio Connect Telekids. Ik heb hem zelf een half jaar geleden gekocht voor mijn zoon. En ik vind hem heel uitgebreid en de instellingen voor veilig internet zijn super. Zodat hij zelf ook een beetje kan surfen zonder dat ik me zorgen hoef te maken. Hij is echt geschikt voor kinderen die er iets meer mee willen doen. Vaak ook iets oudere kinderen. En hij heeft een handige integratie met het volledige Telekids aanbod. Samen met een geweldige veilige internetmodus. Nou, mijn tweede aanbeveling is de Wiki Power Tab. En deze is vooral geschikt als je op een budget zit. Nou, als je nou wat kleinere kinderen hebt die vooral kinderapps gebruiken, dan is die helemaal prima. En dan maakt het ook niet uit dat je hem wat goedkoper koopt. Dus heb je nou wat jongere kinderen, dan is dat een heel goede oplossing. Wil je nou weten wat onze 11 aanbevelingen zijn en nog meer over die twee tablets weten en waarom ze geschikt zijn voor kinderen? Ga dan naar onze post. Ik zet de link hieronder in de beschrijving. En dan zie ik je snel.